Nou, ik zit aan tafel met twee dames die dit helemaal herkennen. Ik begin bij jou, Aaf. Jij hebt vorig jaar december corona gehad. Je verloor je smaak en je reuk. Ja. En ik neem aan dat je dacht, dit is tijdelijk. Ja. Ja. Toch? Dat dacht ik zeker. Maar vlak daarna begon de ellende. Ja, want ik kreeg dus wel... ik kon weer dingen proeven. Maar, en ruiken. Maar anders dan het was. Dus ik had vooral in het begin heel erg dat ik steeds dacht... oh, er is brand, er is brand, er is brand in mijn huis. En maar dat heet fantosmia. Dan beeld je je gewoon geuren in. Dus fantosmia. Ook... Ja. Er zit iets van fantasie in. Ja, en dan heb je parosmia. En dat is dat je gewoon echt bijvoorbeeld iets drinkt en denkt... hè, dit is een totaal andere smaak dan ik hiervoor had. Dus dan beeld je het je ook in, maar dan heb je ook echt iets in je mond. Ja. Of in je neus. Maar je hebt dus ook gewoon dat er helemaal niks te ruiken is en je dingen ruikt. En je hebt het allebei. Ja, ik ben wel bijna nu van dat zomaar brandruiken af. Wat echt heel fijn is. Dat je er vanaf bent, ja. Ja, maar ik ruik nog steeds heel veel as. Omdat bij mij uit het zich eigenlijk bijna altijd in... dat dingen naar as gaan smaken en ruiken. Het rare is, het wordt altijd... want jullie zeiden net in die promo van... iets ruikt naar gras of zo, maar het wordt altijd vies. Ja, wij zeiden, je denkt dat je gras ruikt, maar het is pindakaas. Dan dacht je, nee. Was het maar waar. Ging het maar naar gras ruiken allemaal. Ja, het is altijd as of verrotting of zwavel of dat soort vieze geuren. Gerdien, jij hebt ook last van parosmie. Ja. Hoe merk jij het? Wat gebeurt er bij jou? Ja, het is eigenlijk gewoon je hele dag alles wat je normaal gesproken op een dag ruikt. Normaal sta je daar niet bij stil, maar nu wel. Want alles stinkt. Stinken wij ook? Nou ja, dat ruik ik nu niet. Maar als iemand een hele zware parfum op zou hebben... dan zou ik dat ruiken en ervaren als een hele vieze chemische geur. Wow. Ja. Dus of je nou eet of iets schoonmaakt of het nou de regen... Ik noem maar wat. Ja, alles. Een stinkende geur. Ja. En is dat bij jou vanaf het begin? Of heb je ook zo'n fase gehad dat je niks rookt? Want dat is wat we veel gehoord hebben, dat je rook en je smaak verdwijnt. Ja. Maar er is dus iets anders voor in de plaats gekomen. Ja, ik had het ook. Ik ben vorig jaar besmet geweest. En toen rook ik en proefde ik helemaal niks. Toen kwam het heel langzaam een beetje terug. En toen vervormde het. En nu is alles smerig. Alles is smerig. Dat is